Je hoort ook de turbo, hè? Hallo, ik ben Tom. Ik kom uit Almere, 25. Tom, die reed net voorbij en je zag mij de diesel filmen. Toen stopte je, waarom? Ik was nieuwsgierig. Ik denk diesel-powered op de zijkant. Ik ben zelf een beetje geïnteresseerd in techniek, dus ik was wel heel nieuwsgierig wat dat nou inhoudt. Ik begrijp dat je deze nog niet eerder gezien hebt. Nee, ja, ik, ik had wel van andere types gehoord of gelezen, maar dit niet nog niet. Je weet dat dit een Nederlands fabrikaat is? Ja, nu wel. Je vertelde het me net. Oké. Ja. Oké, wat vind je van het ontwerp? Ik vind het wel gaaf. Ik vind vooral de achterkant vind ik mooi. Een beetje rauw ziet het eruit. De voorkant vind ik wel ietsje minder. Maar over het algemeen vind ik het er wel vet uitzien. Het ziet er wel alsof het een stootje kan hebben, zeg maar, uit. Oké. Hij heeft al twee keer dit Nederlandse product. Is twee keer op de motorbeurs geweest. Ja. 50 pk variomatic, hè? Automatisch. Automaat. Wat huidige benzineprijzen, je lacht iedereen uit. Gewoon 800, 900 kilometer op de tank. Maar zitten er langs, zitten er naden aan de dieren? Of niet? Nee, ja, ik weet het. Wij horen niet gevoeld. Nee. Dit hebben jullie nooit gezien? Nee, serieus niet. Nee, ik denk ik stop even bij jullie. Hier zit je variomatic. Er zit 50 pk aan het achterwiel. Dus je draait 1800 uur of ja. Ja, ze hebben alles zelf ontwikkeld, hè? Dus het frame, kuipwerk, ja, het blok is dan van Mercedes. Er zijn nog wat spullen van een andere fabrikant zijn. Hij heeft ooit één keer 1,65 gereden. We zijn er nu 65 uitgeleverd aan klanten. En er is er nog nooit één onder de 1,30 gekomen. En die rijdt, de mensen bij die rijden continu 160 op de snelweg. Dus hij zegt als je rustig normaal rijdt, zit je tussen de 1,40 en de 45. Maar ik heb uitgerekend met de huidige prijzen, want die motorblokken, die gaan 5 ton mee, hè? Dat is mijn tweede. 5 ton, ongereviseerd. En als je 250.000 kilometer gereden hebt, dan heb je ongeveer een GS uitgespaard aan kosten. Nou, tot 5 ton. Ja. Nou, het is een beetje enduro, hè? Ja, maar daarom gaat hij eind van de week komt er nog een hele karte plaat onder. Maar daar schuilt natuurlijk altijd een gevaar dat mocht je een keer gek doen en je neemt zo'n raar stoelbrandje of een ding niet, dat je hem daarvoor mee pakt. Want daar ligt natuurlijk wel echt laag. Ja, normaal heb je daar natuurlijk je. Dus die extra buren zijn iets groter. Maar je kan hem ook gewoon als. Oh, koffie wil je natuurlijk. Ja, ik denk jij nou. Goed man. Ik vind het modelletje niet eens. Ja, leuk toch? Het voor hem knapper. Ja man. Ja, je hebt voor- en tegenstanders. Ja, ik vind alleen dit. Ik vind wel dat. Ik vind het idee één armig vind. Dat is apart, hè? Dat is apart, hè? Nou. Smart, is dat de eerste diesel? Nee, er zijn wel meer motoren geweest met diesel, maar dit is wel de eerste die helemaal in Nederland gefabriceerd is. Ja. Zo. Lekker zuinig. Ja. Wat denkt u? 1,20, 22. Je komt niet onder de 1,30. Oh ja, zo. Hij heeft er zelfs wel 1,65 mee gereden. Nou. Goh.
turbo, ja. Nou, nou. Ik kan 170. Zo, hard zat hij. Goh. Leuk, hè? Nou, nou. Zeker leuk. Kom maar hier, Guido. Nee, nee. Goh. Hier blijven. Nou, nou. Zo, zo. Kreeg. Nou, nou. Nou, nou. Nou, nou.